Dit kunnen Flor en Didi veel beter. Nou, dames en heren, hier zijn Flor en Didi op de altsaxofoon. Nou, hallo, welkom in het theater. Jullie zijn Flor en Didi van Fanfare Eendracht in de Nieuwe Hager Heide. En ik heb een vraag, zouden jullie iets meer over jullie zelf willen vertellen misschien? Ja, de fanfare ligt in Landgraaf en wij zitten ook in de jeugdfanfare. Dat is heel erg gezellig met heel veel kinderen en allemaal verschillende instrumenten. En ja, we maken gewoon heel erg leuke muziek met elkaar. Nu door corona kan dat natuurlijk niet allemaal doorgaan met iedereen. Hè? En hebben jullie daar een alternatief over? Hoe blijft het toch doorgaan zoals dat je kunt oefenen nog? Ja, dus in de tweede lockdown hebben we geen repetities gehad. Ook niet met de jeugdfanfare. Gelukkig is het nu al een paar maanden mogen we weer met z'n allen repeteren. Het is wel 1,5 meter afstand natuurlijk. Met de grote fanfare, daar mogen we sinds nu maar 30 mensen met z'n allen bij elkaar zijn. Ook op 1,5 meter afstand, maar niet met de hele fanfare. Oké, okay. En in de eerste lockdown hadden jullie daar ook een alternatief of niet op? Was er... Nou, volgens mij waren daar geen repetities bij, omdat ze natuurlijk nog niet wisten hoe ze alles moesten regelen. Ja. Maar nu hebben ze dat wel weer, dus ik ben wel erg blij dat we door mag gaan. Ja. Eigenlijk, wat vonden jullie van het open podium hier? Wat jullie hebben na het eerste gedeelte opgetreden. Hoe vonden jullie het om hier te komen? Ja, ik vond het wel heel erg leuk. Het is natuurlijk ook wel een eer, zeg maar, dat je hier met z'n tweeën op mag treden om je... van je fanfare dat jullie dan uitgekozen zijn en... Ja, ik vond het wel een hele leuke ervaring. Ja, ik vond het wel een hele rustige sfeer. Iedereen was heel aardig en je werd goed begeleid. Dus ik vond het wel echt leuk. En heb je er ook iets van geleerd? Ja, zeker. Natuurlijk je zenuwen onderdrukken. Want je moet wel door blijven spelen, ook als je een foutje maakt. En dat gaan we denk ik wel zeker meenemen in andere optredens en zo. Oké, dankjewel voor jullie optreden. We gaan nu kijken naar het tweede stuk. Ja. Thank you.
Mm-hmm.